Wethouder Monique Lamers stapt per direct op als GroenLinks-wethouder in Voorschoten. Dat maakten ze donderdagavond aan het begin van de raadsvergadering bekend. De reden is dat GroenLinks en Lamers zelf het gevoel hebben dat er een gebrek aan vertrouwen in de raad is. Wij hebben moeten constateren, wij als wethouder en fractie gezamenlijk, dat eigenlijk de chemie tussen deze wethouder en de raad weg was. Dat het vertrouwen ontbrak en dat het daardoor steeds moeizamer werd om de raad mee te krijgen in de dingen die ze wil bereiken. En op een gegeven moment heeft ze daar de stap gezet om te zeggen van ja, dan ben ik misschien niet meer de persoon die dat moet gaan proberen te doen en moeten we er iemand anders de kans voor geven. Want het gaat erom dat we dingen bereiken die we willen bereiken. Waar ligt dat dan aan dat dat vertrouwen er niet was of niet kwam? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik wil natuurlijk niet speculeren over wat er gebeurt met andere raadsleden. Het heeft misschien te maken met persoonlijke stijl. Ik denk dat het klikt. Het is een kwestie van wat wil je, hoeveel duidelijkheid wil je. En Monique heeft er kennelijk gewoon niet de juiste toon in weten te vinden uiteindelijk. En het is iets dat dan met de tijd groeit. Maar je bekroop een beetje het gevoel dat het meer een keuze was vanuit de fractie dan vanuit de wethouder. Klopt dat? Nee, dat denk ik niet. Alhoewel Monique niet vrijwillig zomaar weg zou lopen. Maar we hebben het er wel over gehad. En ze heeft ook ze deelt de analyse die we hadden. En ze heeft ook gezegd, dan goed, dit is waarschijnlijk inderdaad de verstandigste weg. Maar als zij iets wil, is dat zorgen voor de dingen die haar zo nauw aan het hart gaan. Dus zij wil ze daar toch tot het einde voor inzetten. En dat betekent voor het college wederom een periode met een wethouder minder. Iets wat wethouder Marcel Kramwinkel kort geleden nog meemaakte na het vertrek van Nanny Mol. Komt de bestuurbaarheid van Voorschoten nu in het geding? Nou, dat denk ik niet. We zullen natuurlijk wel tijdelijk wat minder klussen kunnen klaren, omdat we gewoon op dit moment even met z'n tweeën zijn. Collega Paul de Bruin en ik. Ook al omdat de burgemeester tijdelijk is uitgevallen in verband met de enkel. Dat zal nog een paar weken duren. Maar het is wel heel vervelend als een collega die zo ongelooflijk toegewijd is aan klimaat en energie en milieu en daar echt voor gaat. Als die toch uiteindelijk de conclusie trekt, jongens, dit lukt niet. Ik kan beter opstappen om de boel niet in de weg te zitten. Dus ik vind het een hele droevige avond wat dat betreft. Had u het zien aankomen? Ja, kijk, je voelt al wel een beetje dat dingen niet zo lopen zoals ze moeten lopen. Monique had ook een van de moeilijkste portefeuilles die we hebben. Die hele klimaat en verduurzaming. Is echt iets heel thuis. Nou, je ziet het ook op rijksniveau, hoeveel discussies dat oplevert. En op een gegeven moment gaat het ook wel aan mensen vreten die zo ongelooflijk met zoveel inzet dit doen. Ja, als het dan niet lukt, dan wordt het moeilijk. Dan gaat de spanning ontstaan. En dat is gebeurd. Komen er zaken stil te liggen de komende tijd? Nou, daar moeten we nog even goed naar kijken. Maar kijk, we hebben een agenda waar we ook bijvoorbeeld werkbezoeken in hebben zitten. Nou, die zullen we even wat terugbrengen om de acute zaken voorrang te geven. En verder gaan we volgende week even kijken hoe we het precies doen. Ondertussen gaat GroenLinks op zoek naar een nieuwe wethouder. Wie gaat dat worden? Ja, dat weten we niet. Er is een proces gestart, maar het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen. We hopen dat het op korte termijn kan natuurlijk, maar dat is moeilijk zeggen op dit moment.